hebben de kinderen van kinderhuis Gaiter een prettige dag willen bezorgen. En zoals jullie zien is het wel gelukt hoor. En die activiteiten gaan nog door. Gaat het alleen om kinderen van kinderhuis Gaiter? Want er is nog ook een andere kinderthuis. Die gaan we over 2 weken pakken. Welke activiteiten vinden er plaats hier? Nou, we hebben het treintje gereden, zoals wij dat zeggen. En daarna zien we zakken lopen, flessen vullen, kringspelletjes. En straks gaan ze naar hun eigen keus zang en dans doen. Het is georganiseerd door de Stichting Het Moederhart. Door wie is dit geheel gefinancierd? Dit is gesponsord door mevrouw Santu en heer Kapoetjan uit Nederland. Hij is hier met vakantie. Zal dit een eenmalig project zijn of een terugkerend? Nee, ik denk dat het een terugkerend project zal zijn voor beide tehuizen. En andere sociale instellingen zullen we ook pakken. U bent vaak bezig met sociale activiteiten. Wat is uw ervaring geweest tot nu toe? Nou, deze mensen of deze groepen moeten aandacht krijgen van iedereen van de gemeenschap. En daarmee zijn we bezig. En de ervaring is dat het goed uitkomt. Wij zorgen ervoor de middelen. En een prettige dag bezorgen is echt niet zo moeilijk hoor. En daarmee zijn we dan bezig. Vindt u dat er meerdere organisaties aandacht aan deze groepen moeten besteden? Dat zou heel prima zijn hoor. Heel goed. Wilt u een oproep doen? Mensen, gemeenschap van Nikeri, van geheel Suriname, laten we gezamenlijk iets doen voor de kansarme groepen. Zoals ik dat ervaar, zijn natuurlijk die kinderen van kinderhuizen zijn kansarme pupillen. Laten we ze wat aandacht aan ze besteden en ook de ouderen en mensen die het niet zo breed hebben, aan al deze groepen extra aandacht besteden. We zien dat de kinderen heel erg enthousiast zijn. Wat doet het u als vrouw te zien dat de kinderen zoveel plezier hebben? Nou, voor een dag, ik weet niet, de dag dat ik hier ervaar met deze kinderen, ik voel me heel groot. En dat ik ze met mijn team een heel gezellige dag kan bezorgen. Wat heb je allemaal gedaan? Ik heb een kringetje gemaakt, ging ik daar spelen. Ik heb met een ei en een lepel in mijn hand gehouden, ging rondlopen. En dan moest ik die andere kinderen ook de beurt geven. Heb je gewonnen? Ja, wij hadden 2 keer gewonnen. En vind je dat zulke dagen, meerdere van zulke dagen georganiseerd moeten worden? Jawel. Hoe heet jij? Himnarijn. Himnarijn, wat vind je van deze dag? Goed. Het was leuk. Wat vind je zo leuk? We hadden hier gespeeld. En we hadden daar spelletjes gedaan. En hadden we hier ook gespeeld. En gingen we hier zo met dat ding springen. En dat vind je allemaal zo leuk? Ja. Ik heb gezien dat jullie getekend hebben en jullie naam erop geschreven hebben. Wat vind je daarvan? Goed. Dus toen hebben we een programma in elkaar gezet voor de kinderen. Leuke activiteiten, eten met elkaar. En ja, zo is het een beetje tot stand gekomen, zeg maar. En hoe is de participatie van de kinderen en de enthousiasme? Ja, zoals je misschien al hebt kunnen zien en kunnen merken. De kinderen zijn heel enthousiast. Vinden het heel leuk om met die zakken te lopen, te schilderen. Met allemaal kleurtjes. Ja, dat vinden ze gewoon heel erg leuk. Dus om die kinderen te entertainen. En ik weet zeker dat ze hier nog dagenlang over gaan spreken. Want ja, dit vinden ze leuk. En dat zou ook veel meer moeten gebeuren. Wat u zegt van er zoveel meer moet gebeuren, op welk gebied? Ja, op gebied van kinderen, activiteiten aanbieden voor kinderen. Kinderen die, die vinden het leuk om vermaakt te worden. En ja, dat kan niet altijd. En daar zou door dit soort stichtingen, want Stichting Moederhart heeft er veel tijd en energie ingestoken om dit voor elkaar te krijgen. En dat zouden vanuit andere stichtingen zou dat leuk zijn. Als ze ook dit soort dingen zouden willen organiseren. En daarvoor kunnen ze altijd aankomen bij de kinderhuizen om te vragen van kunnen wij misschien iets leuks voor de kinderen doen in de vakanties. U heeft de kinderen mee mogen maken vandaag. Zijn ze dankbaar? Ja, ze zijn heel dankbaar.
ze komen naar je toe en ze zeggen dat ze het leuk hebben gevonden, dat ze graag weer willen. Ze vragen wanneer ze weer kunnen gaan. Dus dat.